1-2 thuis verloren tegen La Louvière moet wel hard aankomen, want het was toch niet echt verdiend voor La Louvière. Ja, dat denk ik ook. Ik sta hier met een heel zuur gevoel, omdat het toch een wedstrijd was die we dachten dat we moesten winnen. Op basis van de kansen denk ik dat het zeker niet verdiend is. Ik denk dat we aan de rust moeten voorkomen met een paar goede kansen. Eerste helft ook raken we een keer de paal, tweede helft ook. Dus ik denk dat we kansen genoeg hebben, maar het ontbreekt ons aan scherpte en wat ongeluk. Ik denk dat La Louvière ook geen kansen gehad heeft, of amper. Je kunt ze op één hand tellen en toch scoren ze twee keer. Afgeweken bal de eerste. Ja, inderdaad. Dat is een ongeluksgoal. En dan weet je dat we op achtervolgen aangewezen worden. Krijgen we nog die tweede. Ook puur op een counter ook. Na balverlies van ons. En dan proberen we nog terug te keren op het laatste. Maken we nog die 1-2. Maar het heeft helaas niet mogen zijn. Een zeer ontgoocheld gevoel vandaag. Ja, jouw entree bij Dender mocht er anders wel wezen. Twee weken geleden ingekomen tijdens de rust. Een mooie tweede helft gespeeld. Verleden week zelfs twee keer gescoord in Luik, alhoewel er niet gewonnen werd. En vandaag ook een meer dan degelijke wedstrijd. Je komt van Roeselare, dus je ziet dat je toch wel op een hoger niveau hebt gespeeld. Ja, ik probeer mijn steentje bij te dragen bij de ploeg. Het is een ploegsport ook, dus het is gewoon jammer dat de resultaten de dag of de laatste twee weken niet meezitten. Vandaag kosten we zeker en vast winnen, terwijl dat we vorige week ook eigenlijk kosten winnen. Ik probeer altijd mijn uiterste best te doen en voor het collectief te werken. Maar het is jammer dat de resultaten nu niet er zijn. En hopelijk kunnen we snel die knop omdraaien en punten pakken de komende wedstrijden. Ja, de komende wedstrijden zijn wel niet van de poes. Sarin en Deinze hoorde ik van de coach. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar we spelen eerst thuis tegen Sarin. En thuis moet je toch je punten halen. We weten dat iedereen van iedereen kan winnen in die reeks. Dat is dan ook het mooie aan de reeks. We hebben er een hele trainingsweek voor om er klaar voor te zijn om de drie punten thuis te houden tegen Sarin. Ja, dat is de spirit. Momenteel ontgoocheld en terecht ontgoocheld. Maar dat mag niet de ganse week blijven duren. Hè? Nee, inderdaad, dat klopt. We hebben volgende week gelukkig terug een wedstrijd om te tonen wat we waard zijn opnieuw. Dat is dan het mooie aan voetbal. Maar nu vandaag heerst er eigenlijk echt vooral ontgoocheling. Dankjewel Ketil voor dit mooie interview en veel succes de volgende weken met Dender. Dankjewel.